Deze steen heet bloedcarneon. Het is een donkere variant van de carneon. Een intens oranje kleur geeft dan ook aan dat dit een steen is die op de tweede chakra werkt. Het is een steen die bekend staat om zijn krachten met loslaten. Hij helpt je om de tweede chakra te openen, zeer zeker als hij verstopt zit. Hij kan hele oude gevoelens, oude stukken eruit gaan halen. Hij zorgt ervoor dat je heel veel loslaat. Vooral het loslaten naar de aarde toe is iets waar deze steen onbekend staat. Dus behalve het feit dat hij helpt met loslaten, zorgt hij er ook nog voor dat je een stukje aarding krijgt. Je komt sterker in je gevoel te staan, sterker in je kracht te staan. Deze steen, duidelijk een opruimsteen, is ideaal voor iedereen die veel te verwerken heeft. Let wel op dat deze steen te zwaar is voor mensen die net in een rouwproces zitten, net een dierbare verloren hebben. Op dat moment wil deze steen te hard werken, te veel losmaken, wat averechts werkt bij deze mensen. Dus een hele fijne steen voor iedereen die veel te verwerken heeft, veel wil opruimen. Alleen niet voor mensen die het op dit moment al zwaar genoeg hebben.